Een aantal kinderen van groep 8 van het Bijenkorf zijn op weg naar school. Ze hebben zo de CITO-toets. In een fabriek zijn kinderen hard aan het werk. Hé, niet fluisteren hier! Hup, doorwerken! Niet de hele dag de tijd, hè? We willen werken. Die toetsen, die baan op dat het dak volkomt. Mag de stoel, meneer? Nee. Oh, wat is dit eigenlijk? Zie je dit? Wat? Oh, moet je kijken, joh. Oh, kinderen met speelgoed. Weet je zielen. Maar ze mogen wel deze tijd met speelgoed spelen. Ik wil hier uit en ik wil spelen met speelgoed. Ik heb het voor betaald. Nou, dan wens ik jullie veel succes en dan mag je beginnen. Hoe ging bij jullie de CITO-toets? Ja, ging wel goed. Ik, ik vond die vraag van dat speelgoed vond ik echt heel moeilijk. Ja, ik rekenen. Ook. Ja, die van rekenen. Ja, met die potten. Ja, die was echt heel moeilijk. Die heb ik waarschijnlijk sowieso fout. En ja, ik ook sowieso. Ik had antwoord C, maar... Ja. Ik had B. A. Ik had D. Wat jij? Ik had A, maar ik zat hem te dagdromen, ongeveer, daarna. En toen dacht ik van, ja, wat nou als je daar kan werken? Want je kan dan wel de hele dag met speelgoed spelen en zo. Waar? Bij de speelgoedfabriek, daar zo verderop. Waar we altijd langslopen? Ja. En ik dacht, misschien kunnen we daar gaan werken of zo. Dat we gaan vragen of we daar kunnen werken. Ja, ik vind het wel een goed idee. Jullie niet? Het lijkt me best wel leuk. Ja, de hele dag met speelgoed spelen. Het is beter dan school. Ja. Zullen we doen? Maar ja, zullen we dat volgende week of zo doen? Als CITO klaar is of zo. Nee, ik ga nu mee. Volgende week? Nee. Ik ga wel nu. Ja, dan ga ik ook mee. Zullen we het wel echt doen? Ja, weet ik niet. Ik weet niet hoor. Komen jullie doen? Wij komen solliciteren. Maar waarom doet hij de deur op slot? Kom op verder. Zo. Nieuwe kinderen. Leg jullie spullen maar daar neer. Dan kunnen jullie aan het werk. Kom op, Peppo. Niet de hele dag. Die mutjes. Zo. Ik krijg zo last van mijn benen. Ik vraag om een stoel. Een stoel. Een stoel? Je bent hier aan het werken. Ik zal jullie laten zien wat werken is. Hadden we nou maar niet die meiden vertrouwd. Ik heb liever op school gezeten. Die CITO toets is niet meer zo erg. Hé, hey, doorwerken jullie! Het is geen school! Ja, ik ook. We hebben echt een lang pauze. Al heel lang. Ja, ongeveer te lang. Ja. Kom, we vragen wanneer we eten. Ja, nu krijgen jullie weer eten. Het is om 12 uur. Hé! Hey, doorwerken jullie! Ja, jongens, waar is de rest? Volgens mij ging Roos om de hoek naar de speelgoedfabriek kijken. Oh, wat raar. Raar dat ze nog steeds niet terug zijn. Juf, misschien kunnen we ze gaan ophalen. Misschien is er wel wat gebeurd. Dat is misschien wel een goed idee. Kom maar, gaan we ze halen. En zo gaan ze op weg naar de speelgoedfabriek. We komen jullie vrijden!